Ja, mensen, nog steeds gevangen in Istanbul. Ik voel me net een gijzelaar. Weet je wat het is? We doen er alles aan om een visa voor elkaar te krijgen. Ik bel 3 keer per dag, 4 keer per dag, 5 keer per dag met een mes van Haya. Nou ja, elke keer zegt ze, Mr. Mulder, we are trying our best. And, we will speed up the process. Ik hoor mensen die doen een halve dag over om goedkeuring te krijgen van Haya. Nou, het duurt inmiddels al, vanaf maandag of dinsdag, dat de goedkeuring niet gekomen is. Ik ben natuurlijk gewoon, maar vertrokken. Omdat eigenlijk, ook vanuit het nieuws in Nederland, zeggen ze dat die Haya mooi snel gaat. En op tijd geregeld is, dat het niet te lang duurt. En ik zit hier nu, ik word er helemaal gek van, want ik wil gewoon weg. Ik wil gewoon naar die wedstrijd. Ik ben nou helemaal zo ingesteld dat als ik 1 keer iets in mijn kop heb, dan moet het ook gewoon gaan zoals ik wil. En het gaat allemaal niet zoals ik wil. Dus dat is heel frustrerend. Verder heb ik het best gezellig, met Romy natuurlijk. Maar ja... voetbal gaat voor vrouwen natuurlijk. Ja, niet zo dat we even een romantisch uitstapje hebben. Ik zit met mijn hoofd bij die wedstrijd en we moeten ze gewoon pakken. Want je weet, mensen, alles kan kapot. Behalve onze jongens. En we gaan er gewoon alles aan doen om toch nog voor morgenmiddag te vertrekken naar Qatar. Dus ik ga zo weer even bellen. Ik ga eerst even naar die eten. Ik heb er echt zin in. Om... te vertrekken. Maar kom goed. Ik blijf positief. En we gaan nu even eten. Lekker steken. Hier in Crown Plaza, Istanbul. Hoes!